Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Discus Olia, mijn naam is Kasper. Welkom op Habits. We gaan even een stukje varen. En voordat we gaan varen, wil ik wel eventjes een kleine minpuntje geven aan deze scenery, want het klopt niet. Want daar naar Habits, dat is namelijk wel de goede plek waar ik moest aanmeren. Maar ik lig aan de Habits Town kant. Dit is Habits Town. Daar is Felixstone. En normaal lig je altijd aan op Felixstone, maar nooit op Habitstone. Dus dat is niet helemaal even real, zullen we zeggen. Maar dat betekent dus niet dat wij zometeen even een lekker stukje gaan varen. We gaan naar Hoek van Holland toe, uiteraard gaan we naar Hoek van Holland toe. En ik leg hem zowel in Habits als in Hoek van Holland met de kont naar de aandachtplaats toe. Want ik heb hier geen boegdeur op zitten. Er is trouwens alweer een nieuwe boot. Deze kun je downloaden via de Knarity Shipyard. Ik zal even een linkje hier onder de video plaatsen. Mocht je een vehicle simulator hebben, dan kun je deze boot ook gewoon gratis downloaden. En mocht je nog geen vehicle simulator hebben, dan kun je die ook eventjes kopen bij de Steam Workshop. Het kost je wel een klein bedragje, maar dan heb je wel het leukst. Want de rest is eigenlijk over het algemeen gratis, behalve als je de boten van Virtual Marines gaat downloaden, want die kosten wel wat geld. Ja, het is net de vraag wat je ervoor wil neerleggen. Ik zal even wat meer boten laten zien voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Deze is bijvoorbeeld nieuw. De Canary Shipyard. Dus deze is nieuw. Deze is ook nieuw. En deze is nieuw en deze is... Ze lijken allebei een beetje op elkaar. Dat klopt ook wel, want ze lijken ook... Dat zijn identiek dezelfde boten, alleen ze heten anders. Dus in principe... Deze vier zijn allemaal nieuw. En ik heb nog een andere. Maar daar gaan we binnenkort een keer mee varen. Dus hou mijn kanaal in de gaten. En druk op het belletje, wat je op de hoogte gehouden. En vergeet ook niet te abonneren. Deskazolle zou ik namelijk heel erg tof vinden. We gaan dus vandaag varen met de Volgende Tinamar. En Tinamar, wij gaan dus naar Hoek van Holland varen. Dat doen we niet de gele trip. We gaan alleen hier vertrekken uit Habits. En leggen dan weer aan in Hoek van Holland. We gaan ook even een rondje maken op de boot straks. Bij vertrek hier uit Habits. Momenteel op het dek. Nice bootje hoor. Alleen ik mis wel de interieur. Ik had gehoopt dat ze de boot wat meer ook binnenkanten hebben. Dus ook echt realistische binnenkanten. Zoals de Moby. Die we al een keer eerder hebben gezien hebben. Maar ja, de Moby is ook niet realistisch, want die heeft eigenlijk maar één stukje wat de binnenkant is. En ja, voor de mensen die dus vaker met de Stenlijn varen, want de Stenlijn vaart hier namelijk op. Ik heb ook wel de Stenlijn boot, maar ik vond het een keer leuk om met deze te varen, omdat het een nieuwe boot is. Voor de mensen die dus varen met de Stenlijn boot, we weten dus ongeveer wel een beetje iets, ja, het is algemeen bekend, hè. Hoek van Holland Habits vroeger ook vaak deze tocht bewaren. Voor de oude kijk onder ons met de koningin Beatrix uiteraard. Later nog een keer met de HSS. Die snelle boot, maar die is helaas alweer uit. Omdat ja, brandstof toch wel een beetje te duur was. Voor die boot. En ook nog met de Stena Europe nog een keer gevaren. Met de Sint Nicholas nog een keer gevaren. Allemaal oude schepen die op deze route hebben bevaard. En nu vaart daar de Hollandica volgens mij op. En de Britannica volgens mij. Niet helemaal zeker trouwens, maar... Zullen wij eens een keer zo gaan vertrekken? Op het dek? Of zullen wij weer vanuit de stuur gaan vertrekken? Ik denk dat ik gewoon een keertje op het dek ga vertrekken, denk ik. Okay, mooi. Dus je kunt zien, hebben we wel redelijk wat deining aan boord, zie ik. We varen volgens mij ook met windkrachtje 4, volgens mij. Dus we gaan wel een beetje heen en weer. Maar vind ik dan wel een nadeel van dit spel is dat de deiningen vind ik een beetje te lomp. Want bij windkracht 5, 6 dan deint hij al zo heftig op en neer dat je eigenlijk al niet eens meer normaal kunt lopen op de boot. Dus dat is niet helemaal evenredig, soms zeg ik niet helemaal real. We gaan even naar achter toe. Deze heeft trouwens ook nog dat de achterkleppen, de achterdeuren, ook gewoon open kunnen met de A en met de G-toets. Deze heeft de achterkant nog wel wat interieur zitten. Dus ik laat zien dat ik dus ook de deuren achter open heb staan. Ik
varen wel onder de Spaanse vlag, zie ik. Spaanse vracht? Nee, Spaanse vlag. Kijk maar eens hoe die nou al beweegt. Zie je dat? Kijk, we hebben de achterklappen allebei openstaan. Ja, de aandachtplaats was iets te smal. Want de boot zelf is vrij breed. Als ik hier bijvoorbeeld sta. Dit is de middenkant van de boot. Zo. Kijk, staat hij. Ja, staat wel redelijk, vind ik hoor. Je moet wel een behoorlijke goede chauffeur zijn om hem hierin te krijgen met de auto, zou ik zeggen. Nou, we zullen maar de deurtjes alvast dicht doen. Dat doen we dus met de Ctrl-A. Zo, de knetters. Goeiedag. Dat komt ook even lekker door je speakers heen. En met Ctrl-G. Want we gaan zo vertrekken. Ik wil ook even naar buiten kijken als we willen. Oh, waar ben ik? Hier zo. Kijk, hij komt nu door die... Hij komt niet door die aandachtplaats heen. Niet helemaal. Het wordt je eigenlijk aangeraden als je deze scenery gaat varen. Kijk. Oh ja. Dat je dan het beste. Oh, nu sta ik helemaal achterin. Dus, hoe kan dit nou weer dan? Even een momentje hoor. Zo, dit is trouwens de stuurhut. Dit is de achterkant. Wat ik dus wilde zeggen is, als je dus deze scenery gaat varen, even de scenery downloaden via Rob's VSF Addons. Daar kun je hem gewoon gratis krijgen. Vaar dan als je wel een aandachtplaats wil hebben, vaar dan naar Rotterdam toe. Bij de aandachtplaats van de boot naar Hull. Want de Stena Terminal is er niet. Ja, is er wel, maar het is niet zo mooi als de terminal van de P&O Ferry, zou ik zeggen. Zo, drie keer de horen en dan gaan wij vertrekken uit Engeland terug naar Nederland. Zo, maar in principe hoeven we niet echt gelijk de bol en de stern thrusters te gebruiken, want we kunnen volgens mij gewoon recht toe recht uitvaren. Ga ik even naar boven toe, even kijken, want daar heb ik iets meer uitzicht. Kijk, ik heb al een rook in de schoorsteen. En we varen. Jee. Dames en heren, jongens en meisjes. Van harte welkom hier op deze vessel naar Hoek van Holland haven. Aankomsttijd zal zijn over nu en 8 uur. Alle restaurants en bars zijn nu geopend. Mooi, wegwezen. Nee, even zonder gein even verder. Ik heb er maar geen mooie plek waar ik kan staan. Ik denk, ga ik op een mooie plek? Oh, misschien hier zo. Oh, ga ik hier staan. Zo. Kijk. Nou, dit is dus de kant van Habits Town. Even een beetje bol en stern thrusters meegeven. Want dan kan ik anders tegen de wand aan, dat moet ik ook niet hebben. Aan de andere kant ligt dus Felixstowe. Dat is dus de officiële aanlegplaats van dit vessel, van deze boot. We kunnen daar zo even heen lopen, even aan de andere kant toe. Dan kun je ook nog Felixstowe zien liggen. Kijk, normaal is dit dus niet waar, want in principe zit ik dus nu aan de verkeerde kant van Engeland. Ja, van die kant van Harrods. Dan moet je eigenlijk nu helemaal met de trein, helemaal weer terug en dan eromheen. Maar dat kan niet bij deze. Kijk, zal ik laten zien, heb ik dus, mensen snappen nu mij ook weer niet. Kijk. Normaal legt daar de trein aan. Daar is aan die kant. Dat is het eindpunt. En dan rijdt de trein namelijk daar helemaal weer zo om Felixstowe heen. Want dit is in principe voor mij niet, volgens mij. En dan legt hij hem daarna. Legt hij hem daar aan. Kijk, maar dit is dus niet. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Yes. Maar nu hebben we wel een mooie view vanuit Harris.
vertellen, dus Howard Stone. Vulcan de Tinamar dus, downloaden via Canary Shipyard. Nogmaals, zou ik dus de link hier even onder deze video zetten. Want het is best wel zoeken naar een boot. Nou, hier dat dus inderdaad nog steeds Herbert. En daar ligt dus Felix Stone. Daar had ik hem dus eigenlijk neer moeten zetten. Maar hier ligt dus geen aandachtplaats. Zo, dus even wat meer frosters erin gooien. Deze boot vaart trouwens wel redelijk snel, vind ik hoor. Dus dat is wel fijn. Dan gaan we dus onderweg naar Hoek van Holland. Zo, alles zit verder dicht, zoals het dicht hoort te zijn. Maak eens een bochtje. Nu varen we hier het zeegat in. Daar ga je richting, ja, zal het zijn, Manning Tree. En dan verder naar richting Londen. En die kant zou je dan richting Norwich gaan, denk ik, Norwich Ipswich. Even inke en ode. En dan gaan wij eens even een bocht maken. Ik vond het wel leuk om hier een video van te maken met deze boot. Want ik vind het toch wel, wel de mooiste site die er is hoor. Als je echt op zoek bent naar mooie vessels. En nogmaals, ga even naar Canary Shipyard. Nogmaals, zet even een link hieronder neer. Dat komt helemaal goed. En ja, het zijn toch wel. Het site is ook erg up-to-date. Ze zijn erg snel met nieuwe schepen maken. En ja, ik vind dat gewoon een van de mooiste sites die er zijn. En natuurlijk Rob's VSF Add-ons. Ook daar moet je eens een keertje naar gaan kijken. Met je dus vehicle simulator hebt. Ik zal ook daar nog even weer een linkje onder zetten. Onder deze video. Voor de sceneries. Die maakt over het algemeen de mooiste sceneries. En ook sceneries onder andere Engeland, Nederland. Maar ook België zit erbij. Frankrijk zit erbij. Italië zit erbij. Dus Ierland zit erbij. Dus ga daar eens een keertje naar kijken. Vind je dit nou een leuke video? Tenminste, dat hoop ik wel. Abonneren. Druk op het belletje. Dan word je op de hoogte gehouden. Gisteren dus weer een rondje fanbus gedaan. Vandaag dus weer een rondje varen. En vrijdag gaan we weer verder met Raft. En natuurlijk maandag weer de Tesseltrips geweest. Ik zeg dat hij wel behoorlijk scheef hangt, het bootje, moet ik zeggen, nu. Kijk. Ja? Hij hangt wel behoorlijk in de bocht. Hij is niet goed beladen. Kun je zo even op dek nog even een kleine view geven op Felix Stone. De eindelijke aandachtplaats is van de Stingerline boot. Hij is ook nu naar de terminal van Stingerline. De laatste keer zijn wij al eerder, zullen we zeggen, al een videootje. Hebben al een videootje gemaakt. Toen zijn wij begonnen met de terminal vanaf P&O. Maar vond het nu een keer leuk om gewoon naar de Stingerline terminal te gaan. Is een keertje wat anders, anders krijg je iedere keer hetzelfde. En hier draaien we hem dus richting Hoek van Holland. Ik zal even kijken op de map. Zo, even kijken op de map of het nu dan een beetje goed voor ligt. Want we zijn inmiddels al een kwartier aan het varen. En dan moet ik zeggen dat mijn video's al wel vrij lang zijn altijd. Dus laten we zomaar maar eens even een stukje vooruit gaan skippen. Zal ik even laten zien op de map waar we nou heen gaan nog eventjes. Kijk, hier varen we nu. En we gaan dus daarheen, Rotterdam. Ja, het ligt niet helemaal mooi trouwens. We zitten er nou niet helemaal recht voor ons. Ja, nou, we moeten even een stukje terug. We
het helemaal verkeerd. Dat is niet mooi, hè? Felix Stoners Habits naar Hoek van Holland. Nou, dan gaan we nog even op het dek staan. En gaan we nog even kijken naar de andere kant. Van Habits. Gaan we even door het schip in, hoor. Oh my god. He's going to the ship. Oh my god. Oh my god. He's walking through the ship. Oh shh. Kijk, andere kant. Daar is dus Felixstone. En hij is onderweg naar Hoek van Holland. Daar ligt dus Engeland. Daar ligt de havens. Containerhavens. En daar varen we het zeegat in. Nou, wij gaan even dit stukje even skippen. Want ik denk niet dat je daar vrolijk hoort. Als je nu 8 uur lang naar een zee staat te kijken. We gaan dus nu skippen. En komen wij even een omwenteling maken als we weer terug zijn op opvallend. En de volgende morgen. En we hebben land in zicht. En we hebben nog meer land in zicht. En nog meer land in zicht. En daar ligt Hoek van Holland voor ons. Yay! Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Goed, we zijn dus bijna in Hoek van Holland weer aangekomen. Wat ik al zei, ik zat hem ook weer met de kont naar de aandachtplaats toe. Dit is niet helemaal realistisch, want we zijn met de kont vertrokken. Dus we zullen dus nu met de boegdeuren er weer uit moeten. Dat doen we even anders, omdat ik dus geen boegdeuren heb op deze boot. Ja, heb ik wel, maar het zal anders een mooi bak zijn. Ik heb geen boegdeur, maar hij gaat niet automatisch open en dicht. Alleen de achterkant gaat automatisch open en dicht bij deze boot. Dus we gaan dus nu maar eens even ook weer hem achteruit inparkeren. Goed. Even kijken, is het zo handig dat ik hem zo neerleg? Ik denk het niet. Ik denk dat we maar even naar de andere kant gaan van de boot. Oh, andere kant van de boot. Wauw. En ja, zo meteen moeten we hem dus geheel draaien. Daar ligt al een terminal. Je ziet nu ook al hoe dat hij best wel snel vaart, deze boot. We varen 22 knopen. Onder de bijen 22 knopen. Dan moet ik me even verontschuldigen hoe snel het is met qua snelheid, met qua kilometers. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Oh. Maar ja, hier lag, aan de andere kant lagen vroeger altijd die dobbelstenen. Ik weet niet of die er nog steeds liggen. Dus de soort pier was dat. Of deze kant was dat. Nee, dit is het dus niet. Deze kant gaat het land nog een stukje door. Dit is van een dam en dan liggen er allemaal, lagen er allemaal dobbelstenen. Waarom leg ik hem nu aan deze kant neer, zou je dan afvragen? Nou, heel simpel, omdat ik hem zo meteen nog moet draaien in Hoek van Holland. Ga ik hem geheel draaien. Hoor je ook de meeuwen? Het is net echt. Het is net echt. Nogmaals, vind je dit dan een leuke video? Abonneren, hè. Druk een belletje, word je op de hoogte gehouden. We zijn nu weer een beetje met standaard spellen bezig. Bijvoorbeeld nu op maandag hebben we altijd een deskin videootje. Dinsdag is het Fernbusdag. Woensdag wordt een random. Vandaar nu dat we gaan varen. En vrijdag zijn we nu aan het raften geslagen. Hou mijn kanaal in de gaten. Dan druk op het belletje, word je op de hoogte gehouden van de video's die ik plaats op mijn YouTube kanaal. En ik merk ook wel dat ik steeds wat meer viewers ga krijgen op een aantal filmpjes. Dus we gaan er gewoon lekker mee door. Even een olietje aan Rotterdam. Zullen we even een stukje doorskippen? Dat wordt het videootje te lang namelijk. Kijk, daarvoor ligt dus al de terminal van Hoek van Holland. En daar ligt de terminal van de P&O. Die ziet er wel qua detail zo beter uit. Maar we gaan dus een keertje daarheen, omdat we daar al een keer heen zijn geweest. Als je doorvaart ga je naar Rotterdam. Kom je ook de Erasmusbrug tegen en die toren, de Euromast. En ook de SS Rotterdam ligt er nog. Jawel, ook die zit in deze scenerie ingebakken. Maar hier gaan zometeen eens eventjes de motoren wat zachter doen. En we gaan hem draaien. Hier gaan we hem draaien. En dan draaien we zo met de bol en steun door motoren. Draaien we hem zo, zetten we zo aan het vasteland. Dat is een beetje mijn instelling. En we hopen dat het ook nog goed gaat. En deze kant ligt Hoek van Holland. En hier ligt Hoek van Holland strand.
snap nog steeds niet waarom NS trouwens deze spoorlijn werk heeft gedaan trouwens. Het is nu van de RET geworden. En dat schijnt dat je nu alleen nog maar naar Hoekvollend Haven kunt. En er zijn plannen dat je nu ook straks door kunt naar Hoekvollend Strand. Maar ik snap nog god niet waarom ze nou die spoorlijn weg hebben gedaan van NS. Want vroeger was het best wel een rendabel lijntje volgens mij. Een beetje apart weer. Maar ja, ik woon in Zwolle en ze hebben ook de lijn Zwolle naar Enschede verkocht aan Keolis. Beetje een rare keuze. Maar goed. Ik begin nu van het onderwerp af te dwalen. Daar ligt dus Hoek van Holland. Eens even kijken hoor. Hoe we nou het beste. Kijken we nou het beste manier kunnen leren. Er ligt al een bootje. Ik denk dat we het beste daar manier kunnen leren. Aan die kant. Moet wel helemaal draaien, zie ik. Dat is wel even een dingetje. Nou, wat ik al zei, het is niet zo gedetailleerd dit stukje. Kun je beter om daar leren. Maar daar ligt de Hoek van Holland P&O tunnel. Die zijn er wel iets. Zo iets mooier gebouwd. Dus volgende keer ga dan gewoon daarheen. Dat is gewoon beter. Dit is niet zo mooi. Oké, dan gaan we eens even in zijn achteruit zitten. We moeten eens even gaan draaien. Toen we gewoon andersom. Dan gaat hij het snelst in de. Maar kijk hoe hard die ding vaart, joh. Ben je nou over de 30 knopen, hè? Bliksems. Dat schiet al snel. Ja, ik ben alleen bang dat ik nu tegen de kant aan kom nu. Want hij vaart me nu daar te snel. Doe ik eventjes mijn. Hoppakee, mijn touw even in. Hoppakee. Zie hem dan lekker spinnen. Ja, de vraag is nu, hangt hij nou recht? Dus zet ik eventjes de motor nog even uitnemen. Eventjes. Niet meer verder dan dwalen. Kijk, nu gaan we de draai maken. Sorry van het eventjes. Ik heb altijd wel een foutje in mijn video zitten. Nu ook weer. Zijn ze inmiddels al aan het draaien naar de kant van Hoek van Holland Haven. Kun je straks het aanmeren even vanuit de hut gaan bekijken? Dat is ook wel leuk. Ik heb het gevoel dat hij nou weer aan het varen is gewoon. Dat was dus niet de afspraak. Meneer Boot. Zullen we eens even vanuit de brug gaan kijken dus? Lopen we er even heen. Hij ziet een beetje een leggy hier. Ja, ik vaar inderdaad gewoon. Waarom vaar ik? Ik wil niet dat ik ga varen. Ik heb de motor uitstaan en toch vaart hij. Ik vind het dan weer een beetje jammer dit weer. Dan moet ik tegenovergestelde sturen. Dat is ook zo lekker irritant. Dan moet ik de andere kant op. Ja, nogmaals, ik moet precies tegenovergestelde nu sturen. Dat is een beetje tricky daar. Kijk, nu komen we richting de kant aan. Even kijken hoe we er nou voor staan hoor. Dan staan we er wel redelijk goed voor nu. Even een klein stukje in zijn achteruit. Hij mag nog een stukje hebben. Drie keer zijn vast open.
Kijk, allebei de deuren gaan nu open. Hartstikke mooi. Motorje weer zacht. Ja, voor mij heeft hij een neutrale motor, lijkt het wel. Want als de motor naar gewoon uitzet, blijft hij gewoon wel voldoende varen. Dus dat is dan wel weer een beetje vreemd eraan. Ik zorg er wel een beetje goed voor. Ik had voor mij ook een view. Kijk, hier heb ik een view. Wel mooi, hè. Maar we gaan mijn deur weer dicht trouwens. Dat is dan weer goed voor dan, dat de deur weer dicht gaan. Oh, ik zit al tegen de kant aan. Oh jee. Maar één deur gaat nu dicht en één deur gaat nu weer open. Dat snap ik dan weer niet. Ik zit tegen de kant aan. Dat is niet zo mooi. Ah. Kunnen we zo eruit skippen, hè, als we dat willen. Even wat zachtjes. Dat die bijna stil hangt. Licht. Hoe kan dit nog stil hangen als die vaart? Is Nou, ik vind het wel mooi liggen. Boot is docked. Aangekomen in Hoek van Holland.nl. Even kijken hoor, want voor mij ligt deze kader wat lager dan die van Harwich. Ja, zie je wel. Kunnen we wel wat aan doen. Graphics. Oh. Kijk, ze ligt hier een beetje mooi, hè. Die is weer een half uur daar schommelen. Oh, nog iets horen zie ik. Oh, pakkee. Zo dan. Zo. Ja, zo is het mooi. En dan mogen ze eraf. En dan zijn we aangekomen in Hoek van Holland. Ja, alleen weer een klein foutje. Ik heb alle foutjes in mijn video zitten, dus dat komt wel goed. Goed, aangekomen in Hoek van Holland. Hebben we verder nog dingetjes waar we over kunnen zeggen? Ja, hier kun je dus bijvoorbeeld met de trein. Die kant op ga je naar Rotterdam toe, Centraal Station. Daar ligt dus de terminal van P&O. Hier ligt dus Hoek van Holland en daar ligt dus Hoek van Holland strand. De deur gaat om. Ja, dit is dus de poort naar Rotterdam toe. Dat was het eigenlijk een beetje. Alleen dit is niet helemaal netjes gemaakt, moet ik zeggen, want hier mis ik nog een gebouwtje van de Stairline. En hier ligt nog wel een boot. Ja, dit zal dan officieel de Sea Trader moeten zijn, denk ik. Dat container à la slash vrachtwagenschip. Waar je alleen met de vrachtwagen op kunt. Maar ja, dat zal wel zo zijn. Goed, aangekomen aan het einde van deze video, dat wil ik zeggen. Ik zou bedanken voor het kijken. Laat eens een blauw duimpje achter. Al like en share mijn video's, vind ik hartstikke leuk. En dan zien we elkaar weer bij een volgende video. En dat zal dan weer zijn, waarschijnlijk, vrijdag wordt het dus weer Raft. Hey, nogmaals bedankt voor het kijken. De goede doodles. En ik zeg de dag. Doei. En vergeet niet te abonneren. Doei. En druk op het belletje. Doei. Moet je op de hoogte houden. Doei. Like en share mijn video's. Doei.